208 is het getal van de dag. Waarom? Deze auto kan maximaal 208 km per uur. Peugeot bestaat dit jaar, als je een beetje creatief met de geschiedenis omgaat, 208 jaar. En ja, natuurlijk, dit is de gloednieuwe Peugeot 208. Een heel belangrijke auto van Peugeot. Denk ik wel een beetje een mijlpaal, want dit is de eerste Peugeot die er zo ook komt als elektrische auto. Dan zeg je, ja natuurlijk, er is een partner elektrisch, er is een Ion, maar dit is de eerste echte doorsnee gezinsauto, volledig elektrisch van Peugeot. Alleen, dit is niet de elektrische, die ga ik later rijden. Dit is de conventionele benzineauto. En wat voor een. Dit is een verre nakomeling van de legendarische Peugeot 205. Ook een mijlpaal, want dat is een auto die in de jaren 80, Peugeot, wat toen op sterven na dood was, redde van de afgrond. En het mooie aan die 205 is, hij kwam heel lang ging hij mee in bijna dezelfde vorm, omdat die auto zo ontzettend tijdloos was ontworpen. Nou, of deze auto tijdloos is, dat zal ik je over een jaar of 30 vertellen. Maar wat ik wel weet is dat hij heel bijzonder vormgegeven is. Hij ziet er echt heel apart uit. Nou, kijk aan, komt toch bij die 205. Deze C-stijl, die lijkt verdacht veel op die van de 205. De drie deurs dan weliswaar. Zelfs dit vormpje hier zat daar ook in. Maar helemaal van deze tijd weer. Kijk nou eens naar die achterlichten. Heel 3D van die verticale dingetjes. Zo'n grote zwarte balk tussen de achterlichten. Loop even mee naar voren. Dat is eigenlijk nog veel mooier. Als je naar de voorkant van de auto kijkt. Ja, Peugeot, leeuw natuurlijk. Leeuw, klauwen, slagtanden. Nou, hebben we ook vaak gezien deze LED. Het zijn een soort tanden met aan die uiteinden slagtanden. Autofabrikanten spelen steeds vaker met licht, maar Peugeot doet het wel heel leuk. Want deze strips die helemaal naar beneden lopen, ja, ze bijten zich vast in het wegdek. En als je deze auto recht van voren bekijkt, heeft hij echt enorm veel smoel. En hier ook een stukje retro, een stukje verwijzing naar de historie van Peugeot. Want dat 208 staat hier boven de leeuw op de neus. Lettertype ook van de 504 coupé, ook een legendarisch Peugeot. Zagen we ook bij de 508 al dit trucje. En Peugeot heeft inmiddels een naam opgebouwd wat betreft interieurs. Dus ik ben heel benieuwd wat die auto van binnen doet. Ik doe dit werk nu 20 jaar, dus ik kan uit ruime ervaring zeggen dat ik niet zo gek hals over kop verliefd word op een auto. Maar toen ik vanmorgen in deze nieuwe 208 stapte, had ik meteen een klik. Ja, en hoe komt dat nou? Is vaak moeilijk uit te leggen en toch ga ik het proberen. Het is hoe die auto zich om je heen vouwt. Die stoel zit heerlijk, alles zit mooi om je heen gebouwd. Zo'n display wat naar je toe gebogen staat. Dat kleine stuurtje, dat iCockpit, de een voor afschuwt. Ik houd er echt van. Is het heel laag en je kijkt er overheen naar dat dashboard. En dat dashboard is weer net wat verbeterd weer. Het is 3D geworden. Ziet er echt geweldig uit. Je zegt, wat heb je eraan? Nou, geen donder, maar het ziet er gewoon prachtig uit. En ja, ik zit lekker. Prachtig pookje hier, wat we uit eerdere Peugeots kennen. Mooie materialen en in deze duurdere versie heb je dan die mooie groene stiksels met die groene sfeerverlichting erin. Het klopt allemaal gewoon. En dat in combinatie met hoe de auto rijdt. Ik was bij het vliegveld, ik heb hem opgehaald, ik was de eerste rotonde af en ik dacht al, dit is mijn auto. Er zitten ook allemaal van die leuke design elementen bij waar ik van houd. Zoals deze, ja, ze noemen het een soort pianotoetsen. Ik speel toetsen, vind ik leuk natuurlijk, maar goed, zonder gekheid. Het zijn hele mooie knopjes en toetsen die hier zitten. Ziet er gewoon geweldig uit. Heel veel pianolak, zoals het heet. Dat is dan weer net wat minder. Dat was een tijdje heel hip, maar het is ook heel lastig. Want je kijkt ernaar en er zitten al vlekken op. En dit hele paneel hier is natuurlijk hartstikke besmettelijk. En dan kun je zeggen, blijf met je tengels vanaf. Maar dat kan niet, want je kunt dat klepje alleen maar openmaken door erop te drukken. Ja, dat is niet eens handig. Ziet er al heel gauw heel viezig uit. Want het ziet er niet alleen heel bijzonder uit en het zit niet alleen heel lekker, maar hij stuurt ook heel fijn. Hij is tikje licht misschien, maar behoorlijk direct, lekker sportief. Hij reageert heel mooi op het stuur, hij duikt lekker die bochten in. Ik rij nu de 130 pk toegegeven, dat is de meest fijnste die er is natuurlijk. Alle benzineversies zijn hetzelfde, 3-cylinder blokje, 1.2. Dit is dan de 130 pk versie, dat is best een pittig ding. Ik reed deze week nog met dezelfde motor in een Peugeot 5008, dus kun je nagaan, die was al lekker. En deze natuurlijk helemaal, zit die mooie 8-traps automaat zit erin. Pakt heel fijn op, schakelt lekker en heel naadloos door. Is echt een heel fijne, pittige auto mee te rijden. Deze weegt 1160 kilo, dat is niet echt heel zwaar. In combinatie met die 130 pk en 230 newtonmeter is hij gewoon heel mooi en scherp bij de les. En in combinatie met die fijne besturing
is het een ontzettende leuke auto om hier in deze bergachtige, bochtige wegen langs de kust te rijden. En ik mag dan heerlijk zitten, absoluut, maar kleine kanttekening. Als je achterin deze auto moet zitten, dan ben je gewoon de pineut, want het is echt krap. Want ik ben zojuist even achter mezelf gaan zitten. Ik ben 1,90 meter, goed, dat is vrij lang, maar ik zit van mezelf vrij dicht op het stuur. En het was echt klauten en klimmeren en benen wegvouwen om die kwijt te raken. De hoofdruimte is best aardig, maar de beenruimte is echt ver onder niveau. En ook de kofferbak, 265 liter, dat is echt helemaal onderaan in dit segment. Een Clio die al niet heel ruim is, heeft al een paar tientallen liters meer. En een Polo zit al gauw 100 liter hoger dan dit. En als je de achterbank wegvouwt, heb je een behoorlijke drempel waar je overheen moet tillen. Dus je hebt geen mooie vlakke laadvloer. Praktisch is gewoon anders. Deze nieuwe 208 staat op het CMP-platform en dat betekent binnen PSA dan, het stelde platform waar de nieuwe Opel Corsa op staat. Dat betekent dat hij geschikt is voor zowel conventionele verbrandingsmotoren als volledig elektrisch. En dat betekent ook dat deze auto dus met precies dit uiterlijk in alle drie de vormen komt. Benzine, diesel en elektrisch. Nou, ik loop ze even met je door. Benzinemotoren, dat zijn dus, net al zei, dat zijn alle drie de 1.2 driecilinder motoren. Die is met 75 pk, 100 en 130 pk. Die 75 pk die heeft standaard en alleen een handgeschakelde 5-bak. De 100 pk kun je kiezen tussen een handgeschakelde 6-bak en een 8-trapsautomaat. En deze 130 pk versie is er alleen maar met 8-trapsautomaat. En is er een diesel, dat is nog steeds, jawel, een 1.5 viercilinder met 100 pk. En die is ook standaard een handgeschakelde 6-bak. Ja, en dan natuurlijk het echte grote nieuws, de elektrische, de E208. Dan zei ik net dat Peugeot 208 jaar bestaat. En jij kunt rekenen en denken, ja, 1811, toen waren er helemaal geen auto's. Nee, natuurlijk niet, maar er waren wel veel meer dingen. En Peugeot maakt al veel langer fietsen. En nu auto's in een transitie zitten, geldt het ook voor fietsen, elektrische fietsen, de transfietsie dus eigenlijk. En dit is dan het dubbele nieuws, hè? De nieuwe 208 en elektrisch, de E208. Het is nog een voorserieauto, dat betekent dat het nog niet helemaal is zoals het wordt. De hardware overigens wel, alleen softwarematig moet het nog een beetje gefine-tuned worden. Maar ik mag er toch een klein stukje mee rijden. Geen uitgebreide review dus, maar heel kort eventjes. Ja, een heel fijne auto ook. Hetzelfde wat ik eerder zei over die benzineversie, maar dan elektrisch. 136 pk, oftewel 100 kilowatt. En 260 newtonmeter koppel over een heel breed, over het complete bereik. Dat betekent gewoon heel fijn. Lekker veel kracht. Hij pakt heel snel op. Heeft toch aardig een speels karakter wat de benzineversie ook heeft. Natuurlijk wat afstandelijker zoals al die EV's hebben. Maar zeker voor een EV is deze behoorlijk sportief en speels. Ja, juist die keuze uit al die aandrijflijnen, dat leuke design en dat soort dingen meer. Ik geloof in deze auto. Ik denk dat het een succes gaat worden. De benzine- en dieselversies komen in het vierde kwartaal van dit jaar. Precies weten we nog niet, maar nou vanaf voor de jaarwisseling. De elektrische helaas niet, dat is jammer, want tot het eind van het jaar heb je nog 4% bijtelling. Daarna wordt het 8%, maar hij komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020.